Studenten van de afdeling Art en Design en Ruimtelijke Vormgeving exposeren rondom het thema Concept Store en Identiteit vrijdag en zaterdag in de Stadshal in het Stadhuis van Arnhem. TV-verslaggever Pieter Pluiger sprak met Femke Hogebos, teamleider Educatie van Museum Arnhem, en Martine ter Beek, docent Art in Design en Ruimtelijke Vormgeving. Je zit in een samenwerkingsproject met Rijnijssel en daaruit is deze tentoonstelling voortgekomen. Hoe verliep de samenwerking met de studenten en het bouwen van deze expositie? Bijzonder fijn. Het was heel mooi om met studenten samen te werken en hen uit te nodigen om werk uit onze collectie te kiezen. Dus we hebben met een kleine club studenten die hebben een vooronderzoek gedaan in onze collectie. We hebben vanuit thema identiteit gekeken naar alle werken op papier. En de studenten die hebben heel goed gekeken naar onze collectie en daar werken uit geselecteerd die zij daar onder vinden scharen. En die werken zijn in de klas gekomen. Dus de originele kunstwerken uit de collectie mochten mee naar Rijnijssel, Thorbeckstraat. In de klas hebben ze getoond en van daaruit zijn ze gestart met een project en zijn ze zelf aan de slag gegaan. Zeefdrukken en schabloondrukken hebben ze gecombineerd, dat hebben ze gemaakt. Het was heerlijk om hen aan het werk te zien. Ze gingen er helemaal in op. Dat is ook aan het resultaat te zien. En wat ik heel mooi vind is dat het nu hier gecombineerd wordt. Dus dat je en het werk vanuit de collectie ziet. Ja, de eigen versie die de studenten ervan gemaakt hebben. Hier is een tentoonstelling aan de gang. Een samenwerking tussen het museum en Rijnijssel. Welke afdelingen doen hier mee? De afdeling Ruimtelijk Vormgeven en Art en Design van het Rijnijssel. Het is een unieke tentoonstelling hier. Iemand die hier binnenloopt die zou kunnen denken, hey, Kunstacademie Arnhem, een tentoonstelling van artenstudenten. Dat klinkt goed, maar wij zijn een mbo, een middelbaar beroepsonderwijsopleiding. En de art en designers die hebben hier hun installatie staan. En de ruimtelijke vormgevers die staan daar wat verderop met hun etalagekasten. Is het een goede vooropleiding voor artes? Dat kan, maar je wordt opgeleid tot een beginnend beroepsbeoefenaar. Dus je hoeft niet door te stromen. Maar er zijn wel veel studenten die doorstromen naar een hogeschool voor de kunsten. En dat zou artes kunnen zijn. Ik zie een mooie compilatie van ruimtelijk werk, grafisch werk, schilderijen, installaties, beelden. Ja, de studenten van Art en Design die moesten een mixed media object maken waarin de zintuigen, zoveel mogelijk zintuigen, geprikkeld werden. En hier ziet u het resultaat.